Paramaribo Noord en omstreken zullen nog geen verschil merken in de aanpak van de wateroverlast, zolang het pomp- en sluisrehabilitatieproject van het ministerie van Openbare Werken niet is opgeleverd. Minister Riad Noor Mohammed zei eerder deze week aan journalisten dat het verschil te merken zal zijn in de snelle afvoer van overtollig water. Zolang hij niet opgeleverd is, zullen we het verschil nog niet merken. Ik geef een voorbeeld. Op Leersbergen, dat zijn de deuren en ze functioneren gewoon niet goed. Dus als het nu regent, gaan we onder water zijn. Wanneer de rehabilitatiewerken zijn opgeleverd, dat is na 3-6 maanden, dan gaan we wel het effect direct moeten zien. Het pomp- en sluisrehabilitatieproject moet over 6 maanden opgeleverd zijn. Noor Mohammed zegt dat het verschil zeker te merken zal zijn bij grote regenval, die voor heel wat problemen zorgt.